Hi, ik ben Bella en ik wil je graag iets vertellen over de Grohe Blue Monokraan. Dit is een kraan dat zowel gefilterd als bruisend water geeft. En ik ben er heel enthousiast over, maar ik ben ook een fan van bruisend water. En ik vind het fijn dat ik nu niet meer met zware flessen hoef te sjouwen. Ik heb gewoon bruisend water uit de kraan in de keuken. Wij hebben gekozen voor een model met een C-uitloop. Het is een beetje een klassiek model, maar dat paste bij de kraan in onze gewone kraan in de keuken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk een heel modern apparaat. Het wordt geleverd met met best wel een groot apparaat, wat je onder de gootsteen plaatst. En er zitten twee componenten in. Eén voor het gefilterde en één voor om het bruisen met koolstof, om het bruisend water te maken. Er zit een klein displaytje op dat aangeeft hoeveel procent er nog in zit en wanneer je het zou moeten verwisselen. Maar dat duurt heel lang, dus het is echt niet dat je dit vaak die componenten moet vervangen. Het is makkelijk te bedienen. Aan de bovenkant heb je een knopje voor het gefilterde water. En aan de onderkant een knopje voor het bruisende water. Je moet wel opletten dat met het bruisende water het even duurt voordat de koolstof in het water zit. Dus dat je het even de straal moet laten gaan. En als je hem ook weer uitdraait, duurt het even voordat de straal weer uitgaat. Dus dat is even iets om aan te wennen. Verder komt er over het algemeen ook best wel een smalle straal uit. Dus als je hem kan wil vullen, dan duurt het wel even. Maar goed, dat is even om iets aan te wennen. Het apparaat is ook best wel een formaat, dus je moet ook kijken of het wel onder je gootsteen past. En het maakt af en toe een beetje geluid. Dat zijn een paar kleine nadelen, maar ik vind niet dat die opweegt tegen de voordelen van gewoon bruisend water hebben. Kinderen die vinden het ook fantastisch. We drinken veel meer water. Ook aan tafel wordt er gewoon kan bruisend water. Zij maken kasses met de limonade. Je kan er echt alle kanten mee op. Het ziet er ook mooi uit. Het is een leuke gadget voor in je keuken. Ja, ik ben er gewoon heel enthousiast over. En ik merk gewoon dat we eigenlijk allemaal heel enthousiast zijn over dit product. Dus ik hoop dat jullie hier wat aan hadden.